Onze karaoke BV vandaag is een man. En hij gaat zich wagen aan een nummer van The Man in Black. 078-365-365. Dus als je het weet, misschien hangt er nog iets aan vast voor jou. In ieder geval, karaoke BV, take it away. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire, and I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. Wow, Ring of Fire in een karaoke versie. Van wie? Wie hebben we net gehoord? Wie is onze karaoke BV? Hallo, wie spreek ik? Ja, goedendag, met Peter. Dag Peter, wie denk jij gehoord te hebben? Ja, ik meende Martijn Heylen te herkennen. Martijn Heylen is niet juist. Ik zal een tip geven. Ja, sorry. Ik zal een tip geven. We moeten het zoeken in de politiek. Hallo. Frank. Ah, dag Frank. Aan wie dacht jij? Van der Meers van het Nederlands Handelsblad, de hoofdredacteur. Maar ik Peter, ben mis. Peter van der Meers is inderdaad niet juist. Nee, we moeten het in de politiek zoeken. En denk misschien aan de kleur rood ook. Misschien dat dat wel helpt. Hè? Als het misschien eens even horen bij de karaoke BV. Het is toch een rode partij, hè? Ja, ja, dat klopt. Oké, misschien gaan we het nu wel weten. Hallo, wie heb ik aan de lijn? Chef. Dag, chef. Aan wie dacht jij? Frank van den Broeke. Nee, het is niet Frank van den Broeke. Dat had gekund natuurlijk. Het is niet Frank van den Broeke. Misschien toch even vragen aan de karaoke BV. Ben je minister, parlementslid of eerder partijvoorzitter? Ik ben eerder partijvoorzitter. Eerder partijvoorzitter. Kom aan jongens, nu zouden we toch moeten gaan lukken. Wie hebben we gehoord? Hallo, wie heb ik aan de lijn? Met Gunter. Dag Gunter, aan wie dacht jij? Jan Crombie. Maar ja, natuurlijk. Het is uiteraard SPA-voorzitter Johnny Crombie, want zo mogen we hem eigenlijk wel noemen. Hè? Proficiant, je bent een oppositiekuur in de Ardennen en ook een opvolgersplaats op de lijst van SPA bij de volgende verkiezingen. Veel plezier daarmee, hè. Studio Brussel.